gehen wir gleich wieder dahin. Van de vogels. Dat is een soort anthem geworden van Alarm Europa. Dat is een muzikantenactie in Nederland voor de medemensen op de grens, voor de medemensen op de vlucht. Ik ben Laura Hassler. Ik sta iedere vrijdag met vrienden en metgezellen naast Truus Wijsmuller-Meijer, op deze straat geboren. Een vrouw die 10.000 kinderen heeft gered. In de 30e en 40e jaren van de nazi's. En wij staan hier omdat wij denken dat als Truus vandaag had geleefd, dan was zij opgekomen voor de kinderen die vandaag geen plek hebben. In Ter Apel en in andere plekken. We staan hier, we zijn met muzikanten, met dichters, met een schilder Jan Hoek daar, die zit te schilderen. En met allerlei mensen die hier vinden dat Alkmaar, Nederland en Europa een humane beleid moet hebben vis-à-vis vluchtelingen. En ook mensen bijvoorbeeld in Ter Apel en in de noodopvangcentra. Het is heel fijn dat er een ruimhartig welkom is geweest in Nederland voor vluchtelingen uit Oekraïne. Nu nog de vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan, die in de modder zitten in Ter Apel. Vandaag zijn we vereerd met de aanwezigheid van veel artiesten. En ook wat vertegenwoordigers uit de gemeente Alkmaar, waaronder onze nieuwe wethouder Joël Voordewind. Mag ik u vragen om even een paar woorden te zeggen? Dankjewel Laura. En goedemiddag allemaal op deze zonnige middag. Het is goed dat jullie hier staan als Alarm Europa. Altijd veel respect voor mensen die zich voor andere mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen, dat ze daarvoor opkomen. Het is ook een Bijbelse opdracht om dat te doen. Voor degenen die geen stem hebben, een stem geven. Mijn naam is Joël Voordewind, ik ben de nieuwe wethouder hier asiel, jeugd en WMO, maatschappelijke opvang. En we hebben net een rondje gedaan door de stad en ik zie dat Alkmaar heel betrokken is om mensen op te vangen. We hebben ook net besloten om, hier ging het even over de Oekraïners, maar we hebben net besloten ook als college om de asielzoekers die nu in Heiloo zitten, de 175, hier in de wielerbaan te gaan opvangen. Yeah.